Frank, ben je tegenwoordig beter in schieten of onderhandelen? Tegenwoordig beter in onderhandelen, ja. Heb je nog een speciale tactiek voor vandaag voorbereid? Nee, ik vertrouw op mijn traptechniek die altijd wel redelijk goed is geweest. Ik hoop dat hij me niet in de steek laat vandaag. Wat is het uiteindelijke doel voor vandaag? Nou ja, het grote doel zoals voor iedereen is denk ik boven Simon Tjommer komen. Maar dat lijkt me niet zo heel moeilijk. Leggen we hem op 10, 20 of 30 meter? 10, 20 of 30 punten? Nee, 30. 30, ja, ja. We gaan ook gewoon wel voor de winst. Ja hoor, zeker! Wow! Reactie? Nou ja, prima. Denk ik, goed begin is het halve werk, dus we zijn onderweg. En als we nu stoppen, zitten we boven Simon Tjommer, dus dat doet me wel goed. Dus de druk is eraf, zeg maar. Nu kunnen we vrij gaan trappen. Tuurlijk! Ja! Een vangbal? Blijf maar liggen, jongens! Nou ja, die jongens hebben hard gewerkt vandaag, dus ik denk laat ze niet te veel moeite moeten doen. Dus hij kan nog rechtstreeks, dus de laatste gaan we proberen rechtstreeks in de handjes. Want... Ja, Farid Azarkan die staat op 120, maar die had er wel één gemist en die kwam met een of andere cheatcode met links. Als jij hem weer erop krijgt, sta jij bovenaan. Nou, daar gaan we voor, zoals ik al zei. Ja. Ja. Hey. Ja, daar zijn we. Hey, hebben we hem. Ja, ja, hey. Zij toch? Hé, hey. Godverdomme. Lekker boys, hé. Hey. Hallo. Godver, hé. Hey. Zie je? Hé. Hey. Ja, ik heb hier geen... Laat me niet in de steek, die is nog steeds aanwezig. Dus het schijnt dat Jozef wat space tekort heeft komend weekend. Dus ik denk dat ik morgen aansluit. Hé, hey, maar ik vroeg eerst, wat is een beetje je onderhandeling of je traptechniek? Ga je Messi binnenhalen of wat? Nou ja, na deze drie schoten moet ik misschien terugkomen, maar... Nou ja, het doet me wel goed dat ik hem nog steeds heb.